wij zijn wakker op Curaçao. Ja. En we gaan vandaag een hoop leuke dingen doen. We gaan in een buggy rondrijden. Ik word de eerste. Ik denk dat we naast elkaar zitten in een buggy. Ik ga voor. En vanavond gaan we naar Zanzibar. Ook super zin. Driften. We zijn nu aan het lopen naar het ontbijt. Dat is hier zo. Of met de plantenobsessie. Het is niet normaal hoe mooi het hier is. Het is echt prachtig. Vooral de planten en de palmbomen zijn echt waanzinnig. Het ontbijt hier, man. Opties. Kijk hoeveel. Wow. Good morning. Oh, kijk eens. We hebben... Kijk dit. Voor iedereen die vraagt hoe het gaat met vegan eten. Very good. Kijk. Fruit. Peanut butter. We hebben hier boontjes. We hebben hier breakfast aardappeltjes. Het is echt, echt wel te doen. Eigenlijk best makkelijk. Charlo. Hallo. Goedemorgen. We gaan de auto in. Wij zijn bij Scooby Tours. Wij gaan hier buggy rijden. Gregor gaat rijden. Ik ga in de bijrijdersstoel zitten. We hebben allebei ons rijbewijs, dus het gaat helemaal goed komen. We mogen niet driften. We zeggen, ja, we gaan driften en donuts maken. Staat er zo, not allowed to drift or make donuts. Nee, gaan we niet doen. We gaan lekker rondrijden. Voelt een beetje Burning Man. We gaan Burning Man style. Je hebt een bandana nodig. Maar ik ben vandaag. Ik had nog geen rode. Ik had een gele. Dus ja, we hebben alle kleuren van de regenboog thuis door Burning Man. Dat maakt niet uit. Buggy. We gaan rijden zo. Met een tour dus met meerdere mensen die allemaal een buggy hebben achter elkaar. Let's go. Jij valt op mijn imago. Mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van je. Nu ben jij mijn doelwit. Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle. Zeg me waar wil jij heen? Als het aan mij dan bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux. Zeg me waar wil jij heen, als het aan mij dan bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux. In de jungle, we ready te rampen, nou dat is geen probleem. Kalender op de koelkast, we komen dichterbij, schat. Blijkt dat groot is dat geen plek voor jou en mij was. Eindstand, rennen in de jungle, net als Moby. Misschien ben je eenzaam, maar niet lonely. Hey schatje, waar ben jij dan? Kom eens naar me toe en volg mijn plan. Samen naar de plek waar niemand bij kan. We gaan het vieren, maar dat die we halen visum voor een ander. Of we kunnen naar de tropen. Avontuurtje in de jungle is goedkoper. Best de vruchten plukken van de bomen. Ik hou je op, we gaan op reis, zijn we terug. Wil ik dat je hebt genoten. Zeg me waar wil jij heen, als het aan mij ligt bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux. Zeg me waar wil jij heen, als het aan mij ligt bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux. Suriname, Curaçao, mami, je weet dat ik boek. Wat van mij is voor jou, ik ben de realest oude troep. Meestijgen en bij mij blijven. Zeg me wat je wilt, mami, alles kan je krijgen. Ik ben je strijder. En als we leven in de jungle, dan ben ik liever je tijger. Met de jongen maar uit Rotterdam die een beetje Creole spreekt. Dan ik je maar African Queen. Ik wil je in die kleding zien. Gooi jezelf in de zee, baby, reinig je body. Hier waar we gelukkig zijn zonder money. Dit is pas leven, man. Want alles wat we leuk vinden kost geld in Nederland. Jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen, want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van je, nu ben jij mijn doelwit. Want we komen uit de jungle, ja we komen uit de jungle. Zeg me waar wil jij heen, als het aan mij ligt bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux. Zeg me waar wil jij heen, als het aan mij ligt bewegen we nu.
leven duur in de Benelux. Weet je wat wij net hadden? Onze buggy viel even uit, dus ik kwam er naar kijken. Met een bord tussen en zo. En toen waren wij ineens vooraan, dus toen gingen we rijden. Toen wisten we niet, naar links en rechtdoor. Oh, we gaan wel rechtdoor. En ineens keek we achter. Was er niemand meer? Was er niemand meer? Kwam in één keer die man. Nee. Geen verkeerde kant terug. Oké. Okay. Dus ik gooide hem naar links. Vol gas. Zo doen we het. Dat is zo leuk. Dat was echt leuk. Dat was echt grappig. Ah, het zweet onze plekken. Het is zo leuk. Het is helemaal vies. Ja, we gaan. We hebben even een stop en Foef is zo slim geweest om een banaan in mijn tas te doen die helemaal gesquished en geplet is. Alles zit onder de banaan, inclusief zijn geluidsplug. Oh, ja, en trouwens, dit is de staat waar wij in zijn nu helemaal via. Oh, en Foef heeft zijn mooiste schoenen mee. Oh. We zijn bij een boerderij, Foef heeft peanut butter ijs. Dit had hij op kakko al gegeten en in één keer flashback. Ik heb een citroenijsje. We zijn op een ostrich farm. Het is gewoon een boerderij. Kijk, hier varkentjes. En daar struisvogels. Kijk, links baby's, rechts de grote. Andere vogeldingetjes. Ja, die rondlopen allemaal. Oh, kijk dat hangbuikzwijntje erachter. Dat was super, super cool. Ik hou van zulke avontuurlijke dingen. Die gaan we lekker eten bij Pop's Place. Dit is het, aan het water. Restaurant Pop's Place. De menukaart. Oh, lekker! Oh, tropical rain. Het is aan het regenen, maar het is een kleine bui. Ja, het is ietsje minder nu. Maar het is gewoon... het is gewoon elke keer een kleine burst. En toevallig zitten we nu dan binnen. Of whatever, het komt helemaal goed uit. Ik ga even vragen hoe zij die gebakken banaan maken, want het was zo goddelijk lekker hier. We zijn heel even bij een apotheek gestopt. Yankee Candle. Oh, wauw. Ik wil alles. Want we hebben even iets nodig voor als we naar Klein Curaçao gaan. Dat Foef niet misselijk wordt. Aangezien die bij het snorkelen een klein beetje zeeziek werd. Ja, gaan we hem ook nemen. Ik weet het. Ja, we werden allebei een beetje zeeziek. Het was vrij wild water. En we hadden zoiets van, nou, als we dat bij Klein Curaçao ook hebben, dan moeten we even iets innemen. No way, ze hebben merk en dingen. We zijn even hier gestopt langs de weg. Kokosnoot. Wat wil je, een oranje? Wil je dat proberen? Ja hoor. Oh nee, daar komen ze al. Hi. Lekker. Oh. Coconut. Foefjes happy moment. Yes. En open hakken. En de coco eruit eten. We zijn weer op ons resort. Oh. Ja, heerlijk. Ik heb even gedoucht. Foef moet nu ook douchen. Maar hij kan niet stoppen met kijken naar, uiteraard, HGTV. Onze favoriete Amerikaanse zender. Nu naast Food Network dan. Ja, nou, ja, ik vind deze misschien wel leuk. Ja. Vooral in het programma is leuk. Hoe heet dit ook alweer? Property Brothers, ja. Zo leuk. Maar Foef, ga douchen, please. Ja. Weet toch wel dat je de kamer, dat je de douche uitkomt en dan pas beseft hoe erg de geur is? Dat. Nee, jij nog niet? Nee, ik wel. Even in mijn badjas hier. Oeh, ik ga zo de warmte in. Genieten van dit uitzicht. Dat gevoel van badkleding die hier ligt en droog is geworden in 3 seconden ongeveer. Oh, de beste plek om even te werken. Heerlijk dit. Hoor je geluidjes? Wij willen net naar buiten gaan. Ik ga sporten. Ik ga sporten. En ik wilde dus lekker aan het strand liggen. Doe de deur voor open, Foef. Ja, maar daar ligt het niet liggen. Oh yes! Zijn in de gym van het hotel. Ja, maar er is toch verder niemand. Maar Foef, je gaat zijn oefeningen. Kijk eens, Foef, dit is hem toch? Dit is mijn shit. Dit is wat Foef altijd moet doen van de fysio. Dit is voor echt de gangsters, hoor. Oké, ik ben maar weer terug naar de kamer gegaan, want het is echt een beetje regenachtig. Maar ik zit te denken, ik kan een maskervideo opnemen. Ik heb dus een maskertje meegenomen om hier te filmen. En dit is denk ik het perfecte moment daarvoor. Het is zeg maar niet, het is niet echt donker. Het is sowieso niet hier, niet als het regent.
Maar het is ook niet van het weer dat ik denk, oh ja, ik wil even aan het strand gaan zitten. Ja, nu is de regen weer voorbij. Ah, jongens, serieus, ik weet het niet. Kijk hoe heet. Kom op, even schoonmaken hoor. Laten we het doen. Ik heb net een maskervideo opgenomen. Ik ben helemaal ontspannen en mijn huid is echt helemaal soft. Ik heb hier al geen joekel van de buis. Maar hey, die negeren we even. Het is echt koud door de airco, jongens. Oh, ik heb altijd airco issues. Altijd. Hoe gaat hij omlaag? Ik weet dus niet of je hem dan qua temperatuur omhoog moet doen of juist omlaag. Zo van, hey, het is heel warm, crank up de airco. Of betekent dit meer van, ik wil dat de kamertemperatuur warmer is. Ik kan hem ook gewoon uitdoen trouwens. Ga eens uit. Ja, dat werkt dus niet, hè. Medium, large. Of ML, dat is weer een kleinere. Ja, weet ik veel. Wij hebben ons klaargemaakt. Het is nu 8 uur. Oh, ja? Yeah. Het is nu 8 uur en we gaan lekker naar Zanzibar. Yes, eten. Is ja. We zijn bij Zanzibar. Oeh, snel. Pompoensoep. Ik heb nog niet gegeten, ik morsel. Het is super gezellig hier. Leuk, 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 leuk. Wij zijn weer op de kamer. Het was heel gezellig, maar we zijn wel echt heel erg moe. Het is nu 10 voor 11 en wij gaan echt slapen. Dus wel rustig, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei. Wow.